die is zijn opvolger en die probeert nu Tsjechië te plaatsen voor het WK. En ze staan derde in de groep, geleid door Duitsland. Jonge jongen daar centraal in de defensie, goed gedraaid die bal. Oeh, een goede save van Vakslik op die kopstoot van Lukaku. Chabli en dan de schitterende gedraaide bal van Kevin De Bruyne. Brabets was de man die wegkopte. Opnieuw, ja. Hij draait ze lekker zo. Iets te kort, maar daar is Lukaku. Na eerste Alderweireld, maar de paal zat er nog tussen. Vakslik heeft die paal ook geraakt. Of Lukaku, maar we spelen door. Maar ja, de keeper ligt daar geveld. En dan heeft hij het toch gezien, de scheidsrechter. Maar het zou wel raar geweest dan als die bal zou binnengedraaid zijn. Hier nog eens goed kijken wat hem overkomt. Goede bal naar de buitenkant. De Bruyne, iets te kort zo lijkt, maar daar is Alderweireld. En dan ja, met zijn rug tegen de paal. Dat komt hard aan, want die paal geeft niet mee. Alderweireld, en daar komt Lukaku. Die doet niks verkeerd richting Vakslik. Ja, de paal twee keer. Eerst de bal en dan Vakslik. En dan ook nog even het been van Lukaku. Ja, botst ook nog tegen de paal en Lukaku. Lukaku, Batshuayi, Batshuayi uitkappen. De man die Mertens vervangt, scoort. Ja, Michy is een scoremachine. 1-0. En goede bewegingen hoor. In de 16. Absolute topper. Dat er nog bovenop. Maar salto's en het publiek sluit de duivels weer in de armen. Ik het proberen waard. Lukaku en Batshuayi hier in combinatie. Uitkappen. Er zo voorbij. Kallas alsof hij er niet stond. Hier. En dan de neus voor de goal. Rechts, links, binnen. Michy Batshuayi. Een vierde goal voor de Rode Duivels. Zijn eerste als starter. Ja, die moet mee naar het WK, maar dat weten ze wel zeker. Dat is ook erg vaag. Courtois, winnaar bij uitstek. Uitkijken, ja, oh, wat doen ze daar? Courtois en De Bruyne, die kijkt naar de scheidsrechter. Ja, die zei nee, wat een misser van de twee jongens van Racing. Was maar dat. Gelukkig is het een oefen Interland. In elk geval, dit is al een beetje het moeilijk maken. Doorjagen van Krejci. En die doet eigenlijk niks verkeerd, denk ik. Legt de bal ook terug. Er staat nog maar één man natuurlijk. Nog eens goed kijken. Ja, doet weinig verkeerd. Krejci legt achteruit. Legt die bal wel terug, dus van buitenspel. Ja, dat kunnen we ook opheffen, maar dit is risico natuurlijk van Courtois. Een ziekenhuisbal op De Bruyne. Darida, kijk eens aan. Darida, goed hoor. Terugleggen. En dan, ja, ook tegen de paal. Schot van Schick. Hoho, België in het aanval. Kijk eens. Darida. De beste man bij de Tsjechen. Terugleggen. Afgeblokt schot en Schick. Goeie bal op Lukaku. Lukaku duwen, trekken. En een goede save van Pavlenka. Carrasco nog niet gedaan. Carrasco. Kallas kan er niet bij gewoon. Nou, makkelijk. Miralas moet Benteke aanspelen. Kan zelfs scoren inderdaad. Maar Pavlenka met een goede reflex. Daar had ik aan gedacht. En dat is op het randje. Misschien een teen buitenspel, maar zeker niet gefloten. En dan de mee. Die is al terug beneden. Susek, goede timing. Borstcontrole of kopstoot, maakt niet uit. Perfect gedaan. Zijn 16e goal voor de Rode Duivels. Dat kan toch wel tellen. Dodgkau. Goed teruggelegd, Susek. Susek met links. Ja, oeh, tegen de paal weer. Weer tegen de paal. Goeie aanval hoor. En Dodgkal lag weer aan de basis. Gaat de combinatie aan. En dan is het deze Susek.
die de bal goed meeneemt. De tackle nog van Vermalen, die komt er niet met dat mes. Ja, toch weer gaan stemmen. Stilaan zeker. Einde van de match nadert voor de devil of the match. Alle informatie op onze site. Benteke, paas van Dries Mertens. Benteke, draaien, keren. Gaat hij dat toch scoren? Nee, Pavlenka. Het bleef wel overeind tussen drie Tsjechen. Hier nog eens kijken. Dries Mertens, mooie beweging. Ja, wordt vastgehouden. Kijk, kijk, kijk. Kalas. En dan toch nog Benteke. En Dries Mertens alleen in de muur. Het is Chandy dan maar. We gaan ermee stoppen, zegt Sandro Scherrer. België wint. Rode Duivels zegenvieren met 2-1.